Hallo dames en heren en welkom terug bij Civilization 6. Vandaag gaan we net even iets anders doen. Er was een aantal vragen over de Religious Victory, oftewel de geloofsoverwinning. Die is nieuw in Civilization 6. En daarmee kun je winnen als jouw geloof de grootste is in de hele wereld. En ik dacht eerst van ik maak er een soort van tutorial serie van met nou ja, een mooi tutorial. Toen dacht ik van nou, ik kan ook wel gewoon een normale playthrough doen. Maar ik heb nog steeds mijn Japan playthrough lopen, dus en ik heb niet genoeg tijd om de twee naast elkaar te doen. Dus ga ik een soort van aangepaste playthrough doen voor de geloofsoverwinning. Ik zal even eerst wat vertellen over de setup die we kiezen. We kiezen Difficulty Prince, dus makkelijk. Immortal of ja, Immortal zou moeten lukken voor mij. In bepaalde situaties misschien deity al, maar zo goed ben ik nou ook nog niet. De speed die we kiezen is online speed, zodat de dingen lekker snel gaan. De map type wil ik Pangea. We kiezen voor Tiny. Normaal is Tiny met 4 spelers. Maar ik heb bedacht om er 3 van te maken. Dus net iets, hebben we net wat meer ruimte om uit te breiden. En we hoeven minder spelers of minder andere beschavingen tot ons geloof te bekeren, zeg maar. Ja, even kijken. Wat hebben we verder? Nou, de online speed, Pangea, Tiny. Ik heb de resources op Abundant gezet. Lekker veel resources, Legendary Start. Zodat we gewoon aan het begin snel op kunnen starten. Zodat we snel de dingen kunnen laten zien die belangrijk zijn en die kunnen helpen. Als Civilization heb ik voor Arabië gekozen. Dat is wat mij betreft de beste civ voor de Religious Victory. Puur alleen al omdat de Arabieren krijgen gegarandeerd een Great Prophet. En om een godsdienst te starten heb je een Great Prophet nodig. Zonder Great Prophet heb je geen godsdienst. Dus met de Arabieren ben je gegarandeerd, heb je gegarandeerd een godsdienst. Plus ze hebben nog wat fijne bonussen, de religious buildings, de gebouwen die je kunt kiezen om bijvoorbeeld met een bepaalde religie te bouwen. Bijvoorbeeld de meeting house en zo heb je misschien een andere playthrough van mij wel eens gezien. Die zijn veel goedkoper, 90% goedkoper, dus zijn hartstikke goedkoop, kun je heel makkelijk bouwen. Plus ze geven een bonus aan science, cultuur en faith in die stad waarin het gebouw staat. Dus je hebt nog eens een leuke extra bonus erbovenop. Plus je krijgt wat extra signs van elke buitenlandse stad die jouw religie volgt. Dus het is eigenlijk, is de religie erop gericht van verspreid zoveel mogelijk onze religie, dan hebben wij meer signs. Nou ja, dus is het eigenlijk ook wel een vrij logisch gevolg dat je voor een religieuze overwinning zou gaan. Nou, dan hebben we de Mamluk, dat is gewoon een unique unit zoals zoveel civs er eentje hebben. Maar hij hield aan het eind van iedere beurt, ik gebruik hem. Dat zijn van die dingen die als je veel oorlog voert in Civ, dan zijn die unique units misschien belangrijk en leuk. Zelf doe ik er niet zo heel veel mee. En dan hebben we de madrassa. Dat komt in plaats van een universiteit, als ik me niet vergis. En die krijgt wat extra faith. Dus de faith productie is leuk. Nou ja, gewoon een perfect geschikte Civ voor de geloofsoverwinning. Laten we gauw een spelletje starten. Sean Bean gaat even zijn verhaal houden. Dan kan ik mooi een slokje koffie drinken. The great beasts of the Stone Age. To man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this earth. Nou, dan beginnen we ons spelletje. De afleveringen zullen misschien ook wat korter zijn dan normaal. Normaal probeer ik zo'n 20 minuten aan te houden. Voor deze serie, ik denk een minuut of 15 gaan we proberen te doen. Even kijken, onze startpositie naast een rivier, dat is prachtig. Gelijk wat extra housing. We hebben hier gypsum, 3 kopjes, wat zijde. Nou ja, en koffie, de Arabieren hebben koffie, uiteraard. Dus we hebben 3 verschillende luxuries, dat is nice. Daar hebben we wat graan, dus als we die kant op zouden gaan, dan hebben we graan. Zouden we een stapje hierheen dan zetten, dan kunnen we hier misschien Stonehenge bouwen. Want, dat is gelijk een van de eerste dingen die ik wil vertellen. De Arabieren krijgen gegarandeerde religie. Stel je bent nou met een andere civilization.
begonnen. Wat zijn nou goede manieren om te starten voor een geloofsoverwinning? Nou, een van de dingen is, denk ik, belangrijk. Zodra je Code of Laws hebt. Dat is in dit geval is dat niet mogelijk. Kijk. Zo, moeilijk. Laten we eerst naar de technologie kijken. Normaal begin ik meestal met pottery of iets dergelijks. Zodat we een granary kunnen bouwen. Eventueel mining, mochten er veel heuvels in de buurt zijn. Deze drie zijn alle drie in principe prima. Deze drie tags. In het geval van een religie. Zou ik in veel gevallen direct voor astrologie gaan. Astrology. Waarom? Dan kun je namelijk gelijk aan een holy site beginnen. Vrij vroeg. Of je zou eventueel als alternatieve methode aan Stonehenge kunnen bouwen. Mocht je vlak land naast stenen hebben. Zoals hier in dit geval. Dus hier zou ik bijvoorbeeld Stonehenge kunnen bouwen. Is dat ook een goede manier om gelijk een Great Profit te krijgen. Je krijgt namelijk, zodra je Stonehenge af hebt, gelijk een Great Profit. Dus ik denk dat het uiteindelijk, ja, het is sneller dan wanneer je Astrology Holy Site zou gaan. Want dan krijg je 1 Great Profit Point per turn. Bouw je nog een shrine erbij, krijg je 2 Great Profit Points per turn. Gaan we naar de Great People kijken. Daar heb je 30 punten voor nodig. In het geval van online speed. In de normale snelheid 60 punten. Maar in dit geval dus 30 punten. Dus dat zou betekenen dat we, zeg maar, tussen de 15 en de 30 beurten zo'n beetje, nadat we onze Holy Site en Shrine gebouwd hebben, nog zeker 10, 12 beurten moeten wachten voordat we een Great Profit hebben. Dus dat, even kijken hoe snel we naar Astrology kunnen. Oh, dat kunnen we pas. Nou, laten we gewoon gelijk hier de stad stichten. Maak het uit. We staan vrij makkelijk. Dus dat zou betekenen dat na 9 beurten, dan moet je nog een Holy Site bouwen. Dat duurt al gauw een beurtje of 10. En dan nog een beurtje of 12. Nee, een beurtje 15. Nee, maar misschien wel meer dan 17. Dus de 19. We willen ergens in beurt 35 zou je dus op je religie komen. Is op zich een goede optie. Heb je de mogelijkheid om Stonehenge te bouwen? En heb je de mogelijkheid om eventueel wat bos te kappen? Dan is Stonehenge misschien nog niet eens zo'n heel gek idee. Je begint gelijk met een Great Profit. En dat is eigenlijk best wel prettig. Kijk, hoeveel Great Profits zijn er? Ik denk 2. Kunnen we dat ergens zien? Oh nee, dat kunnen we. Oh, dat zouden we in een religious screen kunnen zien. Maar die hebben we helaas nog niet. Choose production. Ik ga maar gelijk voor een scout. Namelijk, als we een natural wonder vinden, dan wordt astrology krijgt gelijk een boost. Ik zie nu dat ik het al verkeerd gedaan had. Ik had mijn stad één stapje hierin moeten zetten en hier mijn stad moeten bouwen. Dan had ik namelijk extra productie gehad van dit bos. Dan had ik al een bos binnen de grenzen wat ik eventueel had kunnen kappen. Hier staat nog een bos. Dus ik heb mijn eerste fout al gemaakt. Maakt niet uit. We gaan Code of Laws, Astrology. Want het is het belangrijkste van een religieuze victory is die religie zien te stichten. Zonder religie kun je hem niet winnen. Dus dat is wat mij betreft een heel belangrijk punt. In andere playthroughs, als je iets anders wil, dan zou je dat nog iets uit kunnen stellen of beter timen. Want dan wil je je science, je cultuur, wil je allemaal netjes op peil houden. En hier is het gewoon, ben je te laat met je Great Profit? Ja, dan kun je het gewoon schudden. Normaal, als ik een normaal playthrough zou doen, zou ik meestal niet per se direct specifiek voor één overwinningstype gaan. Dan zou ik misschien mijn opties wat spreiden. Maar in dit geval gaan we puur voor de religie. Even kijken. Masonry is geboost. Dat is fijn. Dat we die kant oplopen, hebben we gelijk een barbarenkamp. We zijn ontdekt door de barbaren. Dus hopelijk duurt het even voordat ze komen. En in Cairo. Ik ga denk maar een beelden bouwen. Kan ik die kopen? Die kost 100 goud, dus dat kan ik niet betalen. Dan stel ik mijn kan ik deze tegel kopen? Ja. Dan kan ik Stonehenge hier gaan bouwen. Ik zal hem vast kopen. Ik ga een beelden bouwen. En dan, daarna gaan we Stonehenge gaan we hier bouwen. En dan ga ik met die beelden dit bos en dat bos. Zoveel mogelijk bos kappen. Dus we bouwen een beelder.
Nou, we hebben in ieder geval Amsterdam. Foreign trade is boosted. Want we hebben, als het goed is, dus blijkbaar ook een extra continent gevonden. Scout die gaat op zoek naar een natural wonder. Nou, dat is in principe niet meer nodig. Want dat gaan we niet binnen nu in twee beurten vinden. Dus dan is het zaak om bijvoorbeeld andere stadstaten te vinden om... political philosophy is een goede om te boosten. Want het is een vrij dure. Laten we gelijk voor foreign trade gaan. Want die heeft een boost ontvangen. En we kunnen wat policy slots doen. Gaan we wat strength tegen barbaren. Normaal zou ik misschien voor plus 1 productie in alle steden gaan. En nu ga ik voor God King. Want we willen een pantheon stichten. Dat is de eerste stap naar een religie. En plus 5 combat strength versus barbarians. Wat mij betreft is dat de beste. Extra experience voor de scout kan leuk zijn. Maar die gebruik je eigenlijk bijna alleen aan het begin van het spel. Aan het eind zijn ze gewoon niet sterk genoeg om tegen andere eenheden op te kunnen. Ik wilde nog wat zeggen over de Civics Tree. Als je de Griekse beschaving kiest, dan kun je ook snel van Code of Laws naar Foreign Trade en dan Mysticism gaan. Want bij Mysticism heb je namelijk de Inspiration Policy. En dat is een Wildcard Policy. Dus dan moet je dat is wat ik net wilde laten zien. Dan moet je een Wildcard Policy slot hebben. Normaal heb je die niet als beginnende beschaving. Maar de Griekse beschaving heeft... standaard vanaf het begin een wildcard policy slot. Dus in die zin is de Griekse beschaving ook kan wat dat betreft ook goed zijn voor een religieuze overwinning. Want dat betekent dat je gelijk hier wat great profit points kunt gaan sparen. Warrior lopen. Wat paardjes, altijd leuk. En verder moet je natuurlijk niet vergeten, science is ook belangrijk, cultuur is ook gewoon belangrijk. Dat zijn dingen die blijven altijd belangrijk. Ik denk dat science en cultuur misschien nog wel de belangrijkste dingen zijn in het spel. Wat je snel vergeet. Zeker als je bijvoorbeeld oorlog gaat voeren of andere dingen gaat doen. Dan wil dat anderen er nog wel eens bij inschieten. Ik ga voor pottery. Of mining. Even kijken. Ja, want zonder mining kunnen we geen bos kappen. Dus dan heeft het geen zin dat we een worker hebben om bos te kappen. Dus dat komt perfect uit. In 3 beurten hebben we mining. In 3 beurten is onze beelden klaar. Dus in die zin komt dat perfect uit. Naar welke tile gaan we nu groeien? Naar deze. Dat is fijn. Even kijken. We hebben straks de beelden. Die kan in 1 beurt. Dan kan die in 1 beurt. Deze is wel goedkoper. 1 beurt, 1 beurt. En dan 1 beurt. 1 beurt, dus dat is 1, 2, en dan 1, 2, en dan 3 om te kappen, 4, 5, 6, of 1, 2, 3 om te kappen, 4, en dan 5 om te kappen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Is me dat 15 goud waard? Jazeker. Of het zou natuurlijk ook kunnen dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan dat we deze ook nog nodig hebben. Dus even iets om in de gaten te houden. Maar dan hebben we al genoeg goud verdiend. Eventueel. We maken 10 goud per beurt. We hadden hier net een hutje gevonden en ik ben er gewoon voorbij gelopen. Heel stom. We gaan gauw terug naar het hutje. Even kijken. Ja, het maakt nu niet zo heel veel uit. Laten we voor craftsmanship gaan. Ja, dat was het alweer voor de eerste aflevering. Zoals ik al zei, ze zijn wat korter. We gaan er gewoon zo snel mogelijk doorheen proberen te jassen. Door de beurten. En als er iets belangrijks gaat gebeuren of wat dan ook, dan zal ik dat wat meer uitleggen. Ik denk dat ik wat minder afleveringen per week ga doen van deze. Ik moet nog even kijken of ik ze apart van de normale serie doe of dat ze... in plaats van een aflevering van een normale serie komen. Maar daar moet ik nog even over nadenken. Ik wil misschien wat meer tijd tussen de afleveringen laten. Zodat je eventueel vragen kunt stellen in de,
in de comments. En dan probeer ik ze tijdens de nieuwe afleveringen te beantwoorden. Maar het kan dus ook zijn dat ik al wat extra afleveringen opgenomen heb. Dus dat het even duurt voordat je antwoord krijgt op de vraag. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik hoop dat je er veel van kunt gaan leren. Ikzelf misschien ook wel weer wat nieuwe dingen. En ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje te klikken als je het leuk vindt. En te abonneren voor als je meer van dit soort dingen wilt blijven zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!